Ja, het is gewoon echt een pure krachtsport. Het is echt een teamsport. Het is, je moet met elkaar als team zijn. Het is tactiek. Mijn dag eerder hadden van als je zwaar bent, nou, dan is het lekker makkelijk. Maar het is echt, ja, alles komt erbij kijken. Het is echt pure, ja, een pure sport, zeg ik wel. Dus ja, dat maakt het wel mooi, denk ik. Ja, echte teamsport. Lekker! Nu! Oké. Rechts! 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 Dat het niet alleen om kracht gaat. Dat is vooral waar je rekening mee moet houden. Dat het ook veel meer techniek en tactiek bij komt kijken dan dat je denkt. Schuin staan, zeg maar. Je voeten goed neerzetten. Je handen goed vasthouden. Natuurlijk aan touw. En ja, je rug recht houden. Dat is ook heel belangrijk. Anders krijg je natuurlijk last van je rug. Vroeger was er natuurlijk veel actiever, dus het is wel een en ander veranderd. Maar toen men begon, toen is men ook echt ja, eigenlijk wel heel Europa doorgereisd. En nou, ik denk dat we nu sinds dit is de eerste keer dat we, zeg maar, met deze bezetting met een NK meedoen. Ja, het is ook voor ons gewoon ja, ook de sfeer proeven en ja, opbouwen, team opbouwen. En ja, wie weet, misschien hebben we ooit in de toekomst toch nog weer het buitenland gaan bezoeken daarvoor.